Gerard Schiphorst en Marije van der Zanden hebben een unieke vorm van theater ontwikkeld met afgedankte voorwerpen. Theatergroep Tamtam uit Oost reist hiermee de hele wereld rond. Maar naast voorstellingen op vrolijke festivals geven ze ook workshops op heel wat minder vrolijke plekken in de wereld. Nou, we willen even graag een toelichting op deze beelden natuurlijk, want waarvan dan zijn deze beelden? Die komen uit het vluchtelingenkamp in Zuid-Turkije bij de stad Diyarbakir, waar ongeveer 5000 Yezidis zitten. Ja. Dat zijn die mensen die op die berg zaten. Precies, vanuit Syrië gevlucht voor IS. Het is een klein deel van de bij elkaar 180.000 vluchtelingen die in Zuid-Turkije zijn. Ja. En daar kwamen we terecht nadat we dus in de stad Diyarbakir voorstellingen hadden gespeeld en workshops hebben gegeven. Want hoe kom je daar terecht? Hoezo geven jullie daar workshops? Dat is eigenlijk een project wat vanuit Deventer is gestart door twee enthousiaste mensen, Johan Kuiper en Lies Kortenhorst, die daar een project al heel lang aan het voorbereiden zijn geweest over community arts en ons daarbij betrokken hebben en gevraagd of wij daar ook aan mee wilden doen. En, maar wat voor workshops zijn dat dan? Wat is de bedoeling? De bedoeling is om in dit geval om de mensen die werken met de kinderen in vrijwilligers of als vrijwilliger in de vluchtelingenkampen en ook in hele arme wijken van Diyarbakir, want eerlijk wezen, dat is ook een stad waar nogal wat aan de hand is, om daarmee te spelen en ze theater voor ze te maken en theater met ze te maken. Dus jullie gaan, de maatschappelijk werkers, die leren jullie als het ware om theater te maken, zodat zij dat in de vluchtelingenkampen kunnen doen om het daar wat draaglijker te maken? Ja, wij zijn gewend om, of wij zijn, wij werken met niks, dus wij maken theater met niks, met rommel. Ja. En in die vluchtelingenkampen is natuurlijk helemaal niks. Komt daar heel goed uit. Dus dat is hartstikke handig. Ja. En, we hebben die lessen gegeven aan mensen die met de kinderen werken. En dan kun je dus zeggen, nou, wat is er wel? Mocht het niet op tafel leggen, het was te onbeduidend. Fisjaki. Ja, haal dat maar van tafel, zei de meneer die hier de basis van de uitzending. Nou, dit is een plastic zakje, dat heb je wel in een vluchtelingenkamp. En wat hebben we gedaan? We dachten, nou, we kijken gewoon wat er is. En dan maken we daar wat mee. En dan proberen we of die kinderen, nou eigenlijk probeerden we of we die kinderen aan het lachen konden maken. Ja, we zitten allemaal met een trauma van. Zin, lukt dat? Ja, niet lang. Want ik vraag me dus af, is jouw gevoel voor humor hetzelfde als hun? Nou, eigenlijk wel natuurlijk, maar ze hebben zoveel meegemaakt dat je wel even flink tevoorschijn moet komen, willen ze dat even vergeten. En ik denk dat volwassenen daar ook heel veel moeite mee hebben, want die hebben al die bagage gewoon. Nee, maar omdat gevoel voor humor in België, Nederland en Duitsland al uit elkaar ligt. Ja, dat is waar. En die kinderen heel veel meer hebben gemaakt. Ja. Dus. Maar je moet natuurlijk, als je voor andere mensen speelt, zo universeel spelen dat iedereen het zijn eruit kan halen. Maar is het dan zomaar wat doen? Of heb je erover nagedacht van, nou, we gaan toch een soort van verhaallijn vertellen waar ze iets aan hebben? Of waar? Nee, er waren twee verschillende dingen. We hebben voorstellingen gespeeld van de voorstelling To Have or Not To Have. Dat is een voorstelling die we al heel lang spelen en die toevalligerwijs ook nog gaat over hebzucht en jaloezie en over oorlog. Kwam ook heel goed uit. Die hebben we gespeeld daar voor 3 keer voor gewoon publiek. Ja. Daarnaast hebben we een workshop gegeven voor mensen, kunstenaars, studies, die dat dus door gaan geven, dat vermogen om met niks theater te maken. En heel toevallig kwamen we in gesprek met een van die coördinatoren van het kamp. En Johan Kuiper en Lies Kortenhorst, die met ons mee waren, die zijn eigenlijk heel spontaan hebben het idee gekregen om een actie te beginnen. Dat gaat dus ook gebeuren. En daarvoor zeiden we, nou, dan moeten we ook naar het kamp gaan. Dan moeten we daar ook kijken. En zo zijn jullie in het kamp verzeild geraakt. Ja. En toen heb je maar gedacht, nou, laten we het dan maar meteen in de praktijk brengen. En met alles wat je daar vond. Ja, wat is hier? Oh, een plastic zakje. Nou, dan gaan we daar mee aan het werk. En we hebben ook. En wat ligt daar dan allemaal voor? Ja, dit is uit de voorstelling. Kijk, dat nemen we ook weer mee naar huis. Dit zijn dingen die gedeeltelijk. Die vind ik nooit. Rommelmarkt.
Oké. En met al die prolaria. Maar wat Rob net zegt, gaan de kinderen ook echt lachen? Breek je door die ellende heen? Ja. Dat was een heel mooi moment. Dat we, want het was zo dat we dachten, van, nou, misschien kunnen we daar wel een voorstelling spelen. Toen zeiden ze, ho, je mag daar niet zomaar naar binnen. En ze zijn heel erg allergisch voor elk soort van liefdadigheid of dat soort dingen. Ze hebben nogal wat meegemaakt natuurlijk. En er wordt ook heel raar met ze omgegaan door bijvoorbeeld de Turkse staat. Er zijn allemaal problemen. Nou, ik weet daar precies het fijne niet van, maar neem maar van mij aan. Dus het is nog lastig om daarin te komen. Wat is het ergste wat jullie meemaken wat wij niet in het nieuws zien? Nou, eigenlijk als je goed gaat kijken op internet, dan kun je alles wel vinden. Maar wat ik daar hoorde, wat ik echt niet wist, was dat meisjes, die worden sowieso ontvoerd. Hè. Er zitten daar 3000 in dit kamp, 3000 mensen. Maar er zijn 600 meisjes kwijt, die zijn ontvoerd. 6000, sorry. Ja. In totaal. En die worden in Mosul voor het pittige bedragje van $10 per meisje verkocht op de slavenmarkt. En die worden daarin, nou ja, laat iemand die het kan het verifiëren of het klopt. Maar wij horen dat ze dus in bordelen aan het werk worden gezet. Ja. En niet een klein beetje. Dus daar moet je eigenlijk een actie hiervoor maken die aansluit bij Serious Request. Want daar is het hands of our girls. Is met één klein verschil. Dat als je bij Serious Request geld geeft, dan is dat de grote club. En de Turkse regering die krijgt dat geld uit een pot. Maar deze mensen zijn niet onder de vleugels van de Turkse regering, maar van de Koerden. Ja. En die krijgen niks. Die hebben geen vluchtelingenstatus. Dus ze mogen niet naar het ziekenhuis als ze moeten bevallen. Maar even los van de problematiek. Jullie gaan door met dit soort activiteiten om te zorgen dat er, nou ja, vrolijkheid in die kampen gebracht moet worden. Nou, dat jullie ook, nieuwe doel? Dat is niet per se ons hoofddoel. Maar het zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Maar, staat er iets nieuws op het programma? Overmorgen. Overmorgen? We zijn met een nieuwe voorstelling bezig. En daar gaan we overmorgen een pop-up night in ons atelier doen. In Deventer. Gewoon lekker veilig in Nederland. Het is lekker veilig, maar we doen het wel met overigens ook een vluchteling. Een Moldaviër, Oleg Fatief, die accordeonist is en die ooit naar Nederland is gevlucht. En die bij ons muziek komt maken bij beelden uit ons voorstel. Mooi. En weer met de hele beeld rommel waarschijnlijk. Dit plastic zakje gaat mee naar huis. Precies. Nou, allemaal lekker. Koester.